As Woensdag is in de katholieke traditie het begin van de 40 dagen vastestijd. Het is een tijd van berouw, boete, bekering en verzoening. In het kader van deze dag is er een dienst gehouden in de Sint-Petrus-Sint-Paulus-kathedraal. Reporter Sifra Goudland woonde de dienst bij en maakte het volgende verslag. As Woensdag markeert het begin van de vaste tijd, die loopt tot en met Paaszaterdag, oftewel Stille Zaterdag. Op As Woensdag laten Rooms-Katholieken en sommige protestante gelovigen in de kerk een kruis met as op hun voorhoofd tekenen, het askruisje. Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij tegen de gelovigen: gedenk mens dat je stof bent en tot stof zult wederkeren. Vasten, bidden en aalmoezen geven. Als eerste noemt Jezus de aalmoezen, het gedenken van hen die het moeilijk hebben, het geven. En misschien dat wij soms excuses zoeken om niet te geven, maar aalmoezen geven, degenen die het minder hebben, gedenken en dat met liefde, met goedheid doen. Dat is altijd een vorm van God vragen om zijn barmhartigheid. Er zit ook altijd iets in, Heer. Ik gedenk mij in uw liefde. En ik geef uw liefde door op mijn manier, daar waar het nodig is. De vaste tijd is een tijd van bezinning. Omdat we als mensen weten dat wij alles behalve volmaakt zijn. De as is het overblijfsel van de verbrande palmtakken die het jaar daarvoor gebruikt werden voor de viering van Palmpasen op Palmzondag. Het ritueel wordt uitgevoerd ter bezinning en als uiting van boetvaardigheid. In die zin is het een voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen. Stof en as worden hier als symbool gebruikt om de mens te herinneren dat door de zonde de dood in de wereld is gekomen. De gelovigen worden ieder jaar eraan herinnerd dat zij sterfelijke wezens zijn. Wij schieten tekort in wat wij ons voornemen te doen. Wij schieten tekort in het naleven van Gods geboden. Onze cultuur is vaak een cultuur die ver weg staat van de waarden en de normen die we in de Bijbel en in ons geloof tegenkomen. De 40 dagen tijd is daarom een bewuste keuze. We geven heel wat plaatsen dat as ook een teken is van berouw. God vragen: Heer, vergeef mij. Heer, ik heb dingen gedaan of ik ben tekortgeschoten in het doen van zaken. En ik bid u, Heer, om uw vergeving. We zien dat op heel veel plaatsen. In het boek Jona, de mensen van Ninive. We zien het in het boek Esther. We komen het tegen in het boek Jesaja. We komen het tegen op zoveel plaatsen, zelfs met de uitdrukking in zak en as, komt uit de Bijbel. As als teken van berouw, als teken van vergankelijkheid.